Igor Shevolodovic-Girkin, ook bekend onder de naam Strelkov of Pierve, geboren op 17 december 1970... is een voormalig kolonel van de FSB, de Russische Federale Veiligheidsdienst. Sergej Nikolaevich Dubinsky, bijnaam Gmuri... geboren op 9 augustus 1962... was lang werkzaam voor de GRU, de Russische Militaire Inlichtingendienst. En verdachte Olyek Yuldashevich Pulatov... Ook wel Giudaza genoemd, geboren op 24 juli 1966, is een oud militair van de spetsnasgroep, de speciale eenheden van die militaire inlichtingendienst. Allen zijn in het verleden als militair in dienst van de Russische strijdkrachten uitgezonden naar het buitenland. Leonid Volodymyrovich Garchenko, ook wel Krot genoemd, is de enige Oekraïense verdachte. Hij is geboren op 10 januari 1972 en heeft geen militaire achtergrond. Hij gaf in juli 2014 als commandant leiding aan een gevechtseenheid in de regio rond Donetsk. In die tijd, vanaf het voorjaar van 2014, woedt er een hevige strijd in het oosten van Oekraïne. Op 12 mei 2014 riepen pro-Russische strijders bepaalde delen van Oost-Oekraïne uit tot Volksrepubliek Donetsk en Volksrepubliek Luhansk. Hoewel deze gebieden geen onafhankelijke staten zijn, werden zij bestuurlijk wel zo ingericht. Zo benoemden de gewapende groepen er hun eigen premiers en ministers en beschouwden zij zichzelf als de legers van hun volksrepublieken. Igor Girkin werd benoemd tot minister van Defensie en kreeg de hoogste positie in het leger van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk. Vanuit dit gebied werd vlucht MH17 neergeschoten. Op 17 juli 2014 was Girkin daar bevelhebber. Als hoogste militair en zogenoemde minister van Defensie stond Girkin ook in directe verbinding met de Russische Federatie. Verdachte Dubinsky was een van Gherkins plaatsvervangers en tevens hoofd van de eigen inlichtingendienst. Ook hij onderhield regelmatig contact met officials in Rusland. Oleg Pulatov was plaatsvervangend hoofd van die inlichtingendienst en een van de plaatsvervangers van Dubinsky. Verdachte Garchenko werd direct aangestuurd door Dubinsky. Hij gaf als commandant leiding aan een militaire eenheid in de regio van de zogenoemde minister van Defensie tot aan de commandant op de grond, samen vormden zij een keten die de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk verbond met de Russische Federatie. Het was via die keten dat deze verdachten in staat waren om zwaar militair materieel vanuit Rusland op het slagveld in Oost-Oekraïne te krijgen. Op deze manier kon de buk-teler van de 53e Brigade naar het landbouwveld in Pervomaiski komen en afgevuurd worden met verschrikkelijke gevolgen.